Adrie Jansen, fotograaf. Je hebt allemaal foto's gemaakt van cliënten van Cerelo, wat vroeger de Hartenberg heette. Waarom heb je dat gedaan? Ik ben 10 jaar geleden begonnen met fotograferen. En toen had ik met deze mensen zoiets van, het is meestal met de duim omhoog. Of heel leuk achtergronddingetje. Maar het zijn ook mensen die een bepaald gevoel hebben, een bepaald mens zijn. En dat heb ik proberen vast te leggen. Dat is eigenlijk omdat het wel mijn grootste wens geweest om ze te fotograferen in hun omgeving waar ze zichzelf prettig bij voelen. Ja. En ja, volgens mij is het wel aardig gelukt. Ja. Ze hadden geen enkele moeite mee om gefotografeerd te worden? Nee, ik ben ook niet lang bezig geweest. Het maximale waar ik met de cliënt bezig ben geweest is een half uur. Omdat je dan toch merkt dat de prikkels een beetje te hoog gaan worden. En voor hun plezier eraf is, het moet wel plezier zijn. Er zijn ook cliënten geweest die het niet wilden. Die ook gewoon heel eerlijk zijn, hoor, ik ga er niet hangen of zo. Dat was ook wel lollig. En dan heb ik me om even een praatje mee zitten maken. Dan ben ik weer weggegaan. Zo min mogelijk druk erop leggen en vooral zorgen dat ze er een beetje plezier aan hebben. Ja. Valt me op dat je er echt bovenop zit met je camera? Dat klopt. Ik ben weinig ingezoomd. Ik heb gewoon een 35 mm lensje gebruikt. En hier en daar natuurlijk wat gekropt, maar ik ben vrij close geweest. En dat was ook wel leuk. En dat vonden we ook wel prima. Ja. En het is allemaal afgedrukt in zwart-wit? Ja, dat vind ik zelf wel sprekend. En ik hou zelf heel veel van zwart-wit. Ik vind dat ze er mooi uitkomen in zwart-wit. Ja. Ja, het maakt zo bijzonder, vind ik. Ja. Het zijn ook hele bijzondere mensen. Ja, het zijn heel karakteristieke portretten, als ik het zo mag zeggen. Dankjewel. Ik heb ook daarvoor mijn best gedaan. Dat is ook een beetje qua karakter. Een beetje eruit kon halen. En dat iedereen die ook die deze cliënt ook kennen, die zegt ook heel veel van, oh, dat is allemaal herkenbaar. Ja, dat was mijn doel. En ja, nogmaals, het is aardig gelukt. Ja. Oké, ze hangen hier nu in Cultura, maar het is niet de tweede keer dat ze te zien zijn voor het publiek. Het was eerder te zien in de locatie Wekerom van de Hartenberg, geloof ik. Hoe waren de reacties daarop? Niet normaal, hartstikke leuk. Ik heb allemaal hele positieve reacties gehad. Er is zelfs een groep van de raad van bestuur geweest die helemaal enthousiast naar hebben staan kijken. En ik heb gewoon een maand een beetje op een roze wolk geleefd. Want het zijn toch van die kleine successies waar je toch wel heel erg blij van wordt. En wat ik ook moet zeggen is dat natuurlijk onze regiomanager Saskia en Jaline van communicatie ontzettend leuk meegemerkt hebben. Wat ik allemaal zei, ga het maar doen en laat het maar zien. En nou, het is een groot fantastisch avontuur. Ja. Ik kan niet anders zeggen. En wat gaat er straks gebeuren met de foto's? Nou, misschien gaan we ze weer geven aan de cliënten die ze toebehoren en dat ze die op hun kamer kunnen hangen. En we gaan het zien, we weten het eigenlijk nog niet. En ze worden ook nog wel gebruikt, geloof ik, voor doeleinden om ergens nog te laten zien. Ze hebben ze digitaal voor promotiedoeleinden van Cerelo om mensen toch te werken. En vooral ook om mensen te laten zien hoe mooi het is om met deze mensen te werken. Het is niet altijd dat je zegt van nou, het is dankbaar werk, maar het is gewoon fantastisch mooi werk. En dat wij er mogen zijn voor hun, dat is gewoon eigenlijk heel mooi. En dat doen we heel graag.